Bij Oldenbroek moet ik denken aan het rijmpje dat ik heel lang geleden hoorde van soldaten in Ede. God schiep met een vloek de legerplaats van Oldenbroek. En tot overmaat van ramp schiep hij daarna de Harskamp. Maar dit terzijde. Tom de Nooijer wierp mij terug in de tijd dat ik samen met Martin Bosman van de PVV Hebreeuws studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Ik loop nooit te koop met mijn academische titel, want ik was een waardeloze, luie en vooral feestende zesjesstudent. Het eerste dat me destijds opviel aan de Universiteit van Amsterdam was de schaamteloze alcoholinname van professoren, docenten en studenten. Ik liep college bij sociologie en antropologie en in het spinhuis aan de Ouderzijds Achterburgwal, waar al die faculteiten waren ondergebracht, bevond zich een heuse bar die de hele dag geopend was. Man, 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 wat werd daar gesopen. Wat een schitterende tijd was dat toch. Bij mij gingen alle bellen rinkelen toen de UvA vorig jaar alcohol wilde verbieden. Uit respect voor een groep geheelhouders die op religieuze overwegingen geen alcohol drinkt. Geloof me, dat betrof geen aanhangers van het leger zelfs. Ik heb even geprobeerd te achterhalen hoeveel praktiserende Mohammedanen er aan de UvA studeren, maar heb helaas geen cijfers kunnen vinden.